Meester Kees. Mees Kees is een onderwijzer uit een verfilmd kinderboek. In de nieuwste film Mees Kees langs de lijn zien we dat hij de leukste meester van de school is. Omdat hij alles net even anders doet. Ik kan helemaal niet goed voetballen. 6B moet dit jaar meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi. Bij de nationale Mees Kees-verkiezing zit meester Marcel van de Sint-Josefschool in Wateringen in de finale. Komt-ie. 1 keer 2 is 2. Zijn leerlingen uit groep 5 weten wel waarom hij morgen moet winnen van de twee andere finalisten. Het is best wel een grappige meester. En hij is heel lief. Het is altijd heel leuk in de klas. Ik heb last van mijn vinger en dan zegt hij, ik ga hem er even afhalen. Het is niet zo dat ik die meester Kees zeg maar als inspiratie heb gebruikt, maar ja, dat gaat eigenlijk gewoon vanuit mezelf. Het is gewoon superleuk om les te geven en kinderen verder te helpen. Met de verkiezing probeert het basisonderwijs het vak populairder te maken onder mannen, want er is een tekort aan meesters. Jongens willen toch vaak wat meer doorgroeien en dat is denk ik in het onderwijs wat lastiger.